Dag Gilles, eerste competitiewedstrijd. Vandaag 2 doelpunten onmiddellijk. Merkman van de match volgens mij. Ja, ik denk dat iedereen man van de match is. Ik denk als je ziet hoe iedereen ervoor voor gevochten heeft en tot de laatste minuut heeft vergestreden, denk ik dat dit een overwinning is van heel de ploeg. Correct. Wat mij opviel, Gilles, eerste helft zochten we de openingen, vonden ze niet altijd onmiddellijk. Jij stond een paar keer goed voor het doel geplaatst, maar de bal bereikt je niet onmiddellijk. En dan hebben we toch inderdaad afgewerkt. Ja, ik denk dat zij heel goed starten. Hè. Ook de tweede helft waren ze heel scherp, waardoor we het even moeilijk hadden. Maar we hebben onszelf in de match geknokt. En we hebben onze momenten genomen, onze kansen gegrepen en afgemaakt. En ik denk dat we vanachter heel goed stonden. En ik zeg het, iedereen heeft er hard voor gewerkt, waardoor we 3 punten kunnen pakken. En dat is hem ook een heel mooie manier. Heb je op het einde nog geen spijt gehad dat je die derde kans net naast had met die kopbal? Nog anders had je een hat-trick vandaag. Ja, inderdaad. Dat is wel jammer. Ik denk dat ik hem net op mijn oog raak of zo. Dus dat is wel jammer. Maar als ik die spaar voor volgende week, is dat veel beter. We nemen vandaag een vliegende start. Ik vermoed dat dat ook onmiddellijk een portie vertrouwen tankt bij alle jongens. Hoe zien jullie de verloop van de komende wedstrijd met het vooruitzicht ook naar de bekerwedstrijd tegen Beerschot? Ja, ik denk dat we naar hier komen en weten dat het een heel moeilijke match is. Dat een boost geeft na een lange voorbereiding dat eindelijk voor echt was. En dat onze boost geeft naar volgende week. Een match waar iedereen van kan genieten, waar we niks te verliezen hebben en iedereen voor kan gaan. En het is vooral heel mooi voor de supporters en voor onszelf om terug voor zo'n mooi vol huis te spelen. Dus daar gaan we gewoon van genieten. Prima, dankjewel Gilles en proficiat met de overwinning. Dankjewel. Beste. Hans, vandaag de Charlois een eerste kennismaking gehad met de nieuwe reeks waar we aanvatten dit seizoen. En we keren direct huiswaarts met een overwinning. Hier staat dan ook een tevreden coach voor mij, denk ik. Ja, heel tevreden. Ik vind dat we niet goed aan de wedstrijd beginnen. Ik vind dat we heel veel duels verloren, een beetje gretigheid misten. Dat kan vermoeidheid zijn van het weekend, maar ik vind, we hebben ons in de eerste helft heel goed herpakt. En als je dan dat doelpuntje maakt, is dat heel mooi om de rust in te gaan. Oké, ze komen dan gelijk, maar we spelen een heel volwassen wedstrijd. Weinig kansen aan beide kanten, maar we staan heel goed in blok. En wat mij het meeste tevreden stelt in zo'n wedstrijd, en ik denk dat niemand hier makkelijk zal hebben op Olympiek, de mentaliteit dat mijn jongens terug getoond hebben. Ook als het even moeilijk is, zie je iedereen voor elkaar vechten. En ik denk dat het gewoon voor iedere ploeg heel moeilijk wordt om hier te voetballen. En we hebben toch maar de 3 punten mee naar huis. En hier staat er een 4e coach eigenlijk. Mogen we daar ook een aandeel aan geven aan onze aanhang die vandaag ook wel aanwezig is en afgezakt is naar Charlois? Ja, chapeau. Op woensdagavond, 8 uur, is dat niet gemakkelijk. En als ik zie dat vak terug vol zit en ons steunt op zo'n moeilijke verplaatsing, is dat fantastisch om dat te zien. Oké, dank u wel. Alsjeblieft.